Goedemorgen beste kijkers, welkom terug bij een nieuwe video van de treinreiziger. Het is bloedje vroeg, de intro ga ik kort houden. Ik sta op station Noorderkempen, we staan hier een kwartier stil door geplande werkzaamheden bij Breda. Dus we gaan pas om 1 over 8 weg en het is nu 7:15. Tijd voor een klasverhoging. Tijd om dit ding maar eens even te plunderen. Noorderkempen, comfortabele ICR-rijtuigen, plundering is geslaagd, eerste klastoeslag is binnen. Ik heb eigenlijk nog helemaal niet verteld wat we vandaag gaan doen. We gaan vandaag op strooptocht met de S-trein in Brussel. Ja, ontzettend leuk dat je kijkt. België vlog 7 inmiddels, terwijl allerlei omroepen en treinen binnenkomen. Wat we dus gaan doen, we gaan per S-trein door Brussel toeren. Ben je met Brussel aangekomen op station Brussel Noord. Daar begint het rondje. En wat we van plan, nou, eigenlijk dat is niet echt een soort lekker lukraken, een beetje willekeurig reizen dwars door Brussel. Voornamelijk met S-treinen. En het eerste wat we gaan doen, is een stukje vals spelen met de Intercity. Nou, wat een mooi begin. De Zero. Hartstikke fijn. Het comfort is ver te zoeken. Hartelijk welkom op station Brussel-Luxemburg, midden in de Europese wijk. Dat is het eerste station dat ik jullie wil laten zien. Nou, het is zo te zien best groot voor een voorstadstation, want zo ziet het er voor mij uit. Maar het is echt een station waar ook gewoon intercity's, S-treinen komen en dus ook nou ja, allerlei soorten treinen. Waaronder ook de S5, die ze gaan pakken nadat ik koffie heb gescoord. Fijn, het ding is dicht. Dit is ook een oplossing. Nou, dat is ook weer gelukt. Verder stelt Brussel-Luxemburg niet zo heel veel voor. Op naar de S5. Er is hier maar iemand een keer gegaan met de spuitbus. De S5 naar Halle. Na het stukje met de S5 vanuit Brussel-Luxemburg aangekomen in Boondaal. Ja, Boondaal is dit dus. Ik ben echt weer in de krochten van Brussel beland hoor. Beetje een uitgedroogd gat dit. Al kan ik de wachthoekjes dan weer wel waarderen. Gezien hier nu niet zo heel veel qua treinen aansluit, gaan we zo meteen een stukje van 20 minuten lopen naar Bosvoorde. Tram van de MIVB. Nou, ik ben al niet eens een krap uur in Brussel en het is in één keer 25 graden. Lekker warm hier. Lieve heersbeestjes. Volgens Google Maps is deze bouwput hier het station van Bosvoorde. En er staan hier een ratje toe aan steps en fietsen. Dit
Dit hier is dan de half afgebouwde, half ondergrondse bunker wat het station van Bosvoorde mag voorstellen. Terwijl daar een De Zero vertrekt richting Ottigny, dat is de S8, die komt hier. Nu ga je afvragen, terwijl die De Zero nu vertrekt, nu ga je waarschijnlijk afvragen waarom is dit station nou half afgebouwd en een ondergrondse bunker. Nou, de naam zegt het al, terwijl dit ding echt een gigantisch lawaai maakt. Ze gaan hier de spoorlijn verdubbelen, waardoor het dus hier echt wel ook flink aangepast moet worden. Ja, en daarom is het dus nu een ondergrondse bunker. Heb je het idee dat ze aan deze kant ook een perron aan het aanleggen zijn? Ik heb het even opgezocht op Wikipedia. Deze hele bende hier staat hier al bijna 10 jaar stil. Want sinds 2015 wordt hier niets meer aan het spoor gedaan. Ja, geen idee waarom. Maar het wordt daardoor wel echt een flink spookstation hier. En op dit spookstation wachten wij hier op de S8. Mijn strooptocht per S-trein heeft mij gebracht naar station Brussel-Schumans. Beetje een bijzonder station hier in Brussel. In eerste instantie is het een vorkstation. Dat wil zeggen twee spoorlijnen die met elkaar samenkomen en daar een beetje wisselen en zo. En hier onder mij, vertrekt de metro. Ideale overstapstation dus. En hier gaan we dan ook overstappen. Er valt hier zelfs koffie te halen op dit station. Helemaal top, vanaf hier gaan we verder met de S5, niet richting Halle, maar richting Mechelen en dan gaan we random ergens uitstappen. Nou, weer een stukje met de S5, weer een paar stations verder. We zijn nu op het vrij desolate station van Haren. Ja, not a lot going on here. Nou, Haren dus. Hier is praktisch niets te doen. Hierachter zit de stalling van de MIVB. Daar komen alle metro's en zo vandaan. En dit is een van de minst gebruikte treinstations van heel Brussel. En dat zijn behoorlijk wat stations. Dit station heeft op een doordeweekse dag maar 80 reizigers. En ook nu is het bijzonder verlaten. Te voet naar station Haren Zuid gegaan. Dat ligt praktisch 300 meter verderop van station Haren. Dat wordt 10 keer zo vaak bezocht door de reizigers. Namelijk tot rond de 900 reizigers. Hier komt de S2 vanuit Leuven. Daar in de achtergrond. Deze nemen we weer naar Brussel stad. Brussel Zuid. Ligt het aan mij of is het vandaag echt een Deciro Galore in Brussel? Mijn strooptocht door Brussel. Het is pas voor het eerst dat ik nu op Brussel-Zuid ben. Het drukste treinstation van heel België. Hier komt de trein richting Genk aan. Toevallig deze week is er Pukkelpop. Dus de trein zit echt helemaal tot en ongevuld. Dat gaan we dan nog niet doen. We gaan van hier wederom de S8 pakken naar een gloednieuw S-treinstation. Van harte welkom op station Anderlecht. Dit is een gloednieuw S-treinstation geopend in het jaar 2020. Dat is zeker niet lang geleden. Dit station is dus het nieuwste S-baan treinstation van heel Brussel. Het ligt hier aan een viersporige hoofdlijn richting Gent. Dus tussen Brussel en Gent, daar komen de Intercities door. En daar komen ook nog een aantal treinen door. En het wordt bediend door de S8 van Ottigny naar Zottegem. En de eerste indruk van dit station is zeker niet verkeerd. Dit station kent dan ook de nodige voorzieningen. Er staat hier een prullenbak met een paar stoeltjes als een soort bankje. Meerdere abris en trappen en aan de overkant zijn er ook nog hellingbanen.
Hier hangt een mooie dienstregeling van station Anderlecht. Het wordt niet alleen door de S8 bediend, maar ook door de S3 en door een intercityverbinding van Oostende naar de luchthaven Brussel. Dus dat is een vrij goede verbinding. En in het weekend komt alleen de S8. En verder is hier nog een overdekte fietsenstalling. En is hier dan ook nog aansluitend openbaar vervoer? Ja, aan deze kant daar ongeveer. Daar is een bushalte, daar komen meerdere streekbussen van de lijn. En verderop, die kant op, is een metroverbinding. Dus dat is zeker goed. Nou, tot zover het station van Anderlecht. Ja, er is hier verder niet zo heel veel over te vertellen, behalve dat dit het nieuwste treinstation van Brussel is. We pakken vanaf hier de S-trein terug naar Brussel-Zuid. Yes, zoals het er kon horen, zijn we terugkomen in Brussel. Weer terug op station Brussel-Zuid, wat ik al eerder zei, er is Pukkelpop deze week. Dat was wel duidelijk, want de chaos die hier achter mij is, ja, de trein zat rammetje vol. Dus echt vol met Pukkelpop mensen, vanaf hier is de trein zo goed als leeg. Ik heb Brussel wel weer gezien, dus het is tijd om langzamerhand weer richting Nederland te gaan. Dat gaan we via een leuke route doen. Bestormd, achteraan helemaal vol, vooraan helemaal leeg, op naar Brussels Airport. Deze neus keurigheid aanbeland op Brussels Airport. Ik wou vanaf hier via Leuven naar Antwerpen, maar die trein zit rammetje vol vanwege Pukkelpop waarschijnlijk. En dat sluit niet aan. Dus wat ik hier ga doen is niet via Leuven naar Antwerpen, maar rechtstreeks. En ik heb hier een half uur overstap. Mooi de tijd om dit ding maar weer eens te plunderen. Klasverhoging naar de Nederlandse grens. Trein naar Antwerpen. Comfortabele eerste klas in deze Deense neus. Op naar Antwerpen. Van 10 minuten aangekomen op Antwerpen Centraal. Kijk, dit zien we graag. De trein naar Roosendaal, de trein naar Nederland. Ja, het is mooi geweest deze België Tour. Ik heb Brussel alweer gezien en ik heb België weer gezien. Dus gaan we terug naar Nederland met de S32. En dat bleek een goede keuze. De Brusselaar wordt bestormd. De trein werd eerst gespoorwijzigd van het ene spoor, nu weer teruggezet. En het hele perron staat helemaal vol. Vooraan een chaos, achteraan is het helemaal rustig. Op naar Roosendaal.
en met een vertraging van 5 minuten weer terug aangekomen in Nederland. Welkom in Roosendaal. Hier op Roosendaal ga ik dan ook de video afsluiten, want het is mooi geweest voor vandaag. België Tours nummer 7 alweer zit er bij deze op. We zijn vandaag door de krochten van Brussel wezen toeren met de S-trein, wat superleuk was. Van verschillende bunkers tot en met verlaten treinstations, was superleuk. Verschillende S-treinen gehad, vanaf Brussel dus door Mayhem van Pukkelpop, maar lekker weer richting Nederland wezen reizen. Wat goed ging, met wat vertraging, maar goed, het ging goed. Ik ga vanaf hier lekker met de NS verder richting huis. Kom weer lekker aan mijn woorden. Vond je deze video leuk? Laat dan een blauw duimpje achter. Abonneer op mijn kanaal. Laat een leuke reactie achter. En druk op het belletje, want in de volgende video gaan we naar een heel grappig treinstation in België. Als onderdeel van de 8e België Tour. Maar dat zie je in de volgende video. Dank voor het kijken. En salut.